In 1883 ging Van Gogh in Nuenen wonen bij zijn ouders. Dat was op het platteland in Brabant. En hij had zich voorgenomen om boerenschilder te worden. Hij wilde het plattelandsleven afbeelden, zoals zijn grote voorbeeld Jean-François Millet ook gedaan had. Monumentale figuren die op het land bezig waren. En die heel dicht bij de natuur stonden. Die als het ware een soort primitieve mensen waren. Die juist daardoor beter waren dan mensen die door de maatschappij waren gecorrumpeerd of zo. Nou, hier zien we een gezin aan tafel. Hij had het tafereel ergens toevallig, toen hij in Nuenen rondliep, in een boerderijtje gezien. 5 personen die hij onafhankelijk had bestudeerd in aparte studies, tekeningen en schilderijen. En dit is een compositie waarmee hij aan de wereld wilde laten zien: kijk, ik ben nu een volleerd schilder. Het is heel donker, dat was ook heel opzettelijk. Het is ook een lichteffect. Je ziet dat hier het lampje op de kapje schijnt en in de stoom van de aardappelen en zo. Tot zijn grote verdriet werd zijn meesterstuk wel heel erg bekritiseerd door zijn broer Theo en door een schildervriend van hem, Anton van Rappert. Want die vonden dat de techniek niet goed was, dat het te donker was, dat de mensen wel karikaturen leken met die lelijke gezichten. En zijn weerwoord was simpelweg: kan me niks schelen, die techniek vind ik helemaal niet zo belangrijk, als het maar expressie heeft, als het maar overkomt dat die mensen elke dag met hun knuisten in de aarde zitten. En daarom heb ik ook die kleuren gekozen voor dit schilderij.